Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag. Een kleine waarschuwing: als je iets koopt online, kijk alsjeblieft op verschillende webshops. Maar zelfs al kijk je binnen, de, want ja, natuurlijk, verschillende webshops hebben verschillende prijzen. Maar zelfs als je binnen dezelfde webshop naar een product gaat met een andere browser of van op een andere device, bestaat de kans dat je andere prijzen voorgeschoteld krijgt. Ik heb hier bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Van een Fujifilm XF, de 27mm f2.8 lens, dus de pancake lens van Fujifilm. Wat hij links ziet is de Chrome browser en wat hij rechts ziet is de Safari browser. En ik heb eigenlijk de URL van de ene locatie naar de andere locatie gekopieerd. Dus ik heb letterlijk dezelfde URL ingevoerd, dezelfde product ID, identiek hetzelfde. Terwijl, als ik dan uiteindelijk de pagina volledig ontvangen heb, krijg ik dus er is op dit moment een, of op dat moment was er een cashback-actie die is ondertussen verlopen van 50 euro. Dat is die actieprijs die je ziet, maar eigenlijk de oorspronkelijke prijs die je betaalt, dus die 4,49 zal de adviesprijs zijn die doorstreept is, die 3,80 rechts is wat ik betaal. In Safari, terwijl als ik in Chrome naar de website ga, dezelfde URL, echt gekopieerd en geplakt, kom ik ook op 399 euro uit. Dus dat is 19 euro meer dan op de andere webshop. En dat is nu toevallig wel van op hetzelfde device. Dus dit is van op een uh, MacBook, is dat geloof ik, mijn MacBook. Het toont aan dat je dus echt goed moet opletten. En uiteindelijk, ik heb wel uh, geëxperimenteerd en ik dacht eerst, ja, misschien ligt het puur aan de browser. Alhoewel ik niet zou weten waarom dat ze gebruikers met Chrome makko is. Andere prijzen zo'n voorschot dan gebruikt met Safari op macOS, Dus ik kan me nog een klein beetje voorstellen als ze detecteren dat het een uh, Windows-computer is tegenover een Apple-computer, dat daar misschien een prijsverschil in kan zitten, maar dan nog zou ik niet direct uh, begrijpen waarom dat, dat op dezelfde computer met een andere browser een ander resultaat moet geven. Nu, ik heb dan uiteindelijk eerst en vooral geprobeerd of dat ik in Safari de user-agent kon aanpassen naar uh, Chrome en dat gaf nog altijd de 380 hetzelfde resultaat. En na wat onderzoek bleek uiteindelijk dat er in Chrome een cookie nog bestond die mij doorverwees naar cameraexpress.nl in plaats van.be. Dus het komt erop neer dat op de Nederlandse website de prijs van dit product 399 is, terwijl op de Belgische website de prijs 380 dus is. Dus puur een verschil in locatie. En Camera Express is denk ik van oorsprong een Nederlands bedrijf, maar er zijn ook vestigingen in België. Ja, want als je. Als je dat doorbonnen wilt inleveren, moet je dat naar hun uh, maatschappelijke zetel sturen en dat is in Nederland. Dus het zal een Nederlands bedrijf zijn. Maar dus hier was er puur omwille van een cookie. Na het clearen van mijn uh, cookies in Chrome kwam ik, als ik de BE-website ingaf, eigenlijk toch op de BE-website terecht en kreeg ik toch de juiste BE-prijs te zien. Dus eigenlijk het grote verschil was in dit geval nu veroorzaakt door een cookie. Maar dus als tip, kijk altijd na wat dat diezelfde, diezelfde, diezelfde productpagina geeft op verschillende devices. Je zou zomaar eens 19 euro kunnen uitsparen. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende!